Goedemorgen iedereen. Welkom op deze magische maandag. Ik wil jullie eigenlijk iets tonen. Iets wat ik het weekend een soort van les of conversatie gehad heb met ik zou zeggen een huisdier, maar eigenlijk is het geen huisdier. Ik ga het proberen om te tonen, maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar hier hangt een hele grote spin. Ik hoop dat je die kan zien. Maar dus waarom toon ik jullie dat? Ik was zo eigenlijk geschrokken van de grootte van die spin. Maar spinnen hebben eigenlijk geen individueel bewustzijn zoals bij mensen. Ze hebben een collectief bewustzijn. En dus dat betekent dat we eigenlijk in staat zijn, dat je eigenlijk heel gemakkelijk met hen contact kan maken. En eigenlijk gewoon een gesprek kan aangaan. Net zoals dat je zou doen met engelen of lichtwezens of wat dan ook. En ik was in het weekend aan het werk, aan het schrijven. En mijn aandacht werd constant weggetrokken naar die spin. Toen op een bepaald moment het mij eigenlijk het inzicht kwam. Dus als je spinnen kent, wellicht wel, maar dan weet je ook dat spinnen er eigenlijk niet op uittrekken om hun prooi te gaan vangen. Ze maken een spinnenweb, ze creëren een spinnenweb, ze focussen zich volledig op die spinnenweb, gaan daar ook heel bedachtzaam mee om. Als er een stuk is of een gat in zit, dan gaan ze dat herstellen. Waarom? Omdat dat net ervoor zorgt dat het spinnenweb magnetisch is. En je moet daar eens kijken, als er bijvoorbeeld een vlieg of een mug of iets anders, een insect invliegt, dan plakt die daar ook precies aan als een magneet. En is dat heel moeilijk voor die vlieg of die bij of wat dat dan ook is, om daar terug weer zelf uit de weg te kunnen ontsnappen. En toen bedacht ik mij dat eigenlijk dat ook de manier is waarop dat wij mogen leren ontvangen. Mogen eigenlijk leren gaan manifesteren. In die zin dat we leren hoe dat we de magier worden in ons leven, van ons leven. Waarbij dat we inderdaad de dingen dat we doen, er enkel alleen maar zijn en gefocust zijn op het creëren van dat spinnenweb, van ons spinnenweb. Het spinnenweb waarbij dat we dan eigenlijk op magnetische manier, op magische manier, zaken naar ons toe trekken. Die eigenlijk aan ons spinnenweb gaan kleven. En dat is hetgeen waar dit thema eigenlijk van deze week ook over zal gaan in de video's die ik ga maken. En dan het live moment op vrijdag. Dat het proces van alchemie en het manifesteren, dat je dat heel gemakkelijk kan doen met die universele vlammen. Want wat is alchemie? Alchemie, of wat is een magier? Een magier is eigenlijk iemand die alle elementen die er zijn in zijn wereld gebruiken om iets te gaan manifesteren, om iets aan te trekken, om zijn verlangen tot stand te brengen. En vaak heb je wel het gezegde van, magiers of alchemisten, dat zijn mensen die lood omzetten in goud. En dat klopt ook. En uiteindelijk is dat ook een chemisch proces die kan gebeuren. Vraag mij daar niet veel meer over, want dat weet ik niet. Maar waar het voornamelijk naartoe wijst, is dat we eigenlijk dat proces gaan. Eigenlijk het proces van ontwaken, waarbij dat we gaan van het ego-bewustzijn naar een hartgedragen bewustzijn. Dus van ego meer naar ziel. En dat is eigenlijk de groei waar we doorheen gaan. Dat is eigenlijk het leren gebruiken van de elementen. Het leren gebruiken van alles dat tot jouw beschikking staat om het leven van jouw dromen vorm te geven. En dat is hoe dat we alchemiseren, alchemie ook doen, manifesteren met die universele vlammen. Als je mij al een tijdje volgt, dan ga je wellicht al de verschillende video's gezien hebben. De transmissies waarbij dat we gebruik maken op elke keer met
de vlammen, de verschillende soorten vlammen. En hoe meer je daar ook mee gaat werken, hoe meer je ook zal merken dat die vlammen, de energie van die vlammen, die eigenschappen van die vlammen, in jouw eigen energie geïntegreerd zijn. En dat je nog veel sneller eigenlijk met die vlammen kan gaan werken. En hoe meer je dat doet, hoe meer dat die ook gegrond worden in jouw dagelijkse realiteit. En dan kan je inderdaad gewoon ergens naartoe gaan en dan wil ik bijvoorbeeld de zwarte diamanten vlam oproepen om je energie te beschermen tegen laagtrillende energie van anderen. Dan kan je onmiddellijk beroep doen op de geel-groene vlam bijvoorbeeld, als je last hebt van oprispingen, of als je voelt dat je eigenlijk te veel gegeten hebt, of als je last hebt van je maag, of een andere ontsteking, of wat dan ook. Kan je beroep doen op de paars-rode vlam, op de wit-zilveren diamant, op de gouden diamanten vlam. Het maakt niet uit welke combinatie zij maakt. En dat zijn ook dingen dat ik allemaal leer doorheen het groepstraject. Zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn. Dus eigenlijk leer je doorheen die 9 weken wie dat je bent. Wie dat je in essentie bent. Waarom? Omdat wanneer je weet wie dat je bent, is het veel gemakkelijker om jou uit te lijnen. En dus eigenlijk je energie af te stemmen op de energie van je verlangen. En het gemakkelijkste om dat uit te leggen, vind ik om het voorbeeld te gebruiken van een appartementsgebouw. Als jouw wens op de 5e of de 6e verdieping zit, en jij zit op de 2e of de 3e verdieping, dan zal je nooit in staat zijn, hoe hard dat je ook werkt, hoe hard dat je ook zoekt, hoeveel deuren dat je ook open doet, ga je nooit jouw wens verlangen zien of kunnen ervaren in de realiteit. En dat is hetgene wat we eigenlijk moeten doen om open te zijn om te ontvangen. Net zoals het voorbeeldje van de spin. De spin gaat er niet op uit in de weide of naar buiten om, om de vliegen en de insecten te gaan vangen. Nee, ze gebruikt haar volledige energie, haar kracht en haar talent om haar spinnenweb te gaan creëren. Omdat ze dat is haar ware authenticiteit. Ze probeert niet te gaan vliegen zoals een vlinder, want ze is geen vlinder, ze is een spin. En dat is hetgeen wat wij ook leren doorheen het ontwakingsproces. Dat we eigenlijk, hoe meer dat we ons authentieke zelf zijn, hoe meer dat jij weet wie dat je bent en hoe meer dat jij daar ook trouw aan bent, hoe gemakkelijker dat het zal zijn om al de dingen dat jij ervaart als obstakels, als schaduwen, als valkuilen, als, kijk naar de vorige video, dat je dit allemaal kan gaan transformeren, transmuteren, gaan neutraliseren. En hoe kan je dat dan ook weer? Weer opnieuw, maar het net hetzelfde. Door het gebruik van de elementen. Door ik ben aan het kijken, want het is mijn poes die terug binnenkomt. Net door die vlammen aan te roepen en met die vlammen in je, door helemaal je volledige energiesysteem te laten gaan, door die te gebruiken om bepaalde blokkerende gedachten te transformeren, door emoties en trauma's te gaan transformeren en te healen, kan je die universele vlammen gebruiken. En dan word je eigenlijk een ware alchemist, want ware alchemisten zijn meesters in licht en liefde. En licht en liefde, licht, dat zijn inderdaad die universele vlammen waarmee we samenwerken, waar we verschillende frequenties eigenlijk gaan aanroepen om ons eigen energie weer op te laden. En liefde, liefde is de universele energie, dat is onze levensenergie, dat is onze seksuele energie, dat is wie dat jij bent. En hoe meer je dat omarmt en hoe meer je dat vooral beseft, diep in de kern van jouw zijn, en dat ook toont en altijd kiest voor liefde en altijd gelooft dat alles die gebeurt voor je hoogste goed is, hoe meer dat het universum ook de kans krijgt om te tonen aan jou dat het voor jou zorgt. En de enige reden waarom dat je niet onmiddellijk iets in staat bent om iets te ontvangen of om iets te manifesteren, dat is omdat er nog negatievere, laagtrillende frequenties aanwezig zijn in jouw energie, in je mentale lichaam, in je emotionele lichaam, in je fysieke lichaam. En dat zijn de zaken die eigenlijk als blokkades, als pijnen naar boven komen. En dus ook daar kan je dan opnieuw weer die universele vlammen gebruiken om daar terug te keren naar de blauwdruk. Terug te keren naar hoe dat je eigenlijk was op het moment dat je geboren was.
als ziel uit de bron. Dus daar heb ik het zelfs niet over jouw fysieke geboorte in dit leven. Maar dus als ziel vanuit de bron. Zodanig dat je jouw authentieke energie weer volledig omarmt en volledig kan vormgeven via jouw fysieke incarnatie op dit moment. Zo, morgen gaan we nog een stukje verder rond het thema hoe dat eigenlijk werkt en hoe dat op een heel efficiënte manier werkt. Mocht je al interesse hebben, dan kan je natuurlijk al starten met het groepstraject. Vanaf oktober gaan de live momenten weer door, waarin dan we nog dieper ingaan op de vragen die naar boven komen, op de stukken waar je tegenaan loopt, waar je eigenlijk ook dan eigenlijk het lijkt alsof je één op één met mij samenwerkt, maar door het feit dat we eigenlijk in groep zijn, kunnen we ook tegelijkertijd weer van elkaars vragen leren. Want het is zo, als één iemand een vraag heeft, dan is er zeker nog iemand anders met diezelfde vraag. Nu, ik zou zeggen, kijk naar de linkjes onder deze video. Heb je al vragen, zet ze er gerust in. Kan je live aanwezig zijn vrijdag voormiddag? Ik denk dat rond ongeveer 10 uur zal zijn dat ik live kom. Ongeveer voor een uurtje. En ook daar dan kan ik dan, als je niet live kan aanwezig zijn, jouw vragen beantwoorden. Als je live aanwezig kan zijn, dan kan je ze gewoon gerust op dat moment stellen. Zo, ik kijk er naar uit en dan spreken we elkaar zeker op een later moment. Dag!